Een van de belangrijkste functionaliteiten van het Cloud Management Portal is het kunnen aanmaken en beheren van servers. In deze video gaan we een server aanmaken en het mooie hiervan is dat het op dezelfde manier gaat, ongeacht welke leverancier je gekozen hebt. Bestellen van VM's gaat inmiddels het kopje catalog. En hier krijg je vervolgens alle verschillende smaken VM's te zien die je zou kunnen bestellen. Er staan een aantal Windows VM's, een aantal Linux VM's. En de inhoud hiervan kan per instelling verschillen, omdat dit inhoud hiervan samen met de instellingsbeheerder wordt afgestemd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om wel 2016 machines op te nemen of bijvoorbeeld voor jullie instelling custom machines zoals Citrix machines. Als je zoiets wil gaan bestellen, dan druk je hierop. En dan worden vervolgens een aantal vragen gesteld. De groep is de afdeling van de instelling waar of dat jij recht op hebt. Ik heb hier zelf een aantal afdelingen heb ik recht op. Ik kies nu voor SurveyT, dat is onze afdelingsgroep. Vervolgens wordt mij gevraagd om een omgeving te kiezen. En de omgeving is de cloud die aangesloten is bij jouw instelling. Er staan er hier een aantal. En de vragen die je vervolgens krijgt, die zijn afhankelijk van de gekozen achterliggende cloud. Hierbovenaan kun je een kosteninschatting zien wat zo'n VM zou gaan kosten op de verschillende clouds. Er staan er hier twee genoemd, omdat er twee verschillende cloud types aangesloten zijn. En hier zijn een aantal vragen die beantwoord moeten worden voordat iets besteld kan worden. Als je eenmaal een bestelling geplaatst hebt en die is uitgevoerd, dan krijg je vervolgens dit overzicht van een VM te zien. Hier aan de linkerkant zijn er een aantal zaken die je kunt uitvoeren met de VM, zoals uitzetten, herstarten, een aantal zaken veranderen, zoals de grootte van de VM, dus de hoeveelheid CPU's, geheugen en disk. Maar je kunt bijvoorbeeld ook de console overnemen. En gewoon je toetsenbord gebruiken om hier in te loggen en de dingen te doen die je normaal ook doet met een VM. Hierbovenaan staat een rijtje met tabs waarin of dat je kunt zien hoe of dat de VM is samengesteld. Eventueel welke netwerken of dat er gekoppeld zijn. Of dat er een backup policy van toepassing is. Maar ook de geschiedenis van de VM en hoe of dat die ooit is besteld. Er zitten mogelijkheden in voor statistieken. En als je zou willen, dan kan een VM op een bepaalde tijd aan- of uitgezet worden. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je een VM hebt die alleen door ontwikkelaars gebruikt wordt. Die hoeft in het weekend over het algemeen niet aan te staan. Zoals ik net al liet zien, we gebruiken de catalog om VM's te bestellen. Ik ga nu eventjes een willekeurige VM bestellen. Allereerst vul ik de hostname in, de naam die de VM krijgt. Hier vul ik vervolgens het wachtwoord in. Het moet twee keer hetzelfde wachtwoord zijn. En we kiezen vervolgens aan welk netwerk of dat de VM moet worden gekoppeld. Je ziet hier een lijst van netwerken die beschikbaar is in de gekozen cloud. We hebben voor jullie een aantal standaard VM-groottes gedefinieerd. In overleg met de instellingsbeheerder is dit ook weer allemaal aan te passen. En we hebben hier een aantal VM-opslagmedia. Dit is ook allemaal aan te passen in overleg met de instellingsbeheerder. Zoals je ziet, de prijs verandert als ik de keuzes maak. Er is hier nu een bestelling aangemaakt. Deze bestelling wordt uitgevoerd en de server wordt gemaakt. Dit duurt ongeveer een kwartier en daarom gaan we nu even pauzeren.
Als de bestelling klaar is, zie je hier een groen vinkje komen. Je ziet dat ook in je e-mail. Daar krijg je een bericht van. En vervolgens kun je deze server opvragen in je lijst met servers. Hier zie je een lijst van alle servers waar ik eigenaar van ben. Je kunt deze vervolgens filteren. En hier zie je de server. Dit is een test. Deze hebben we net aangemaakt. En druk hier op de console. En de console van deze machine wordt geopend.